Dennis, welke positieve punten kun jij meenemen van de wedstrijd tegen SC Heerenveen? Nou, dat we een fase in de wedstrijd hebben gehad dat ik het gevoel had dat wij dat het dubbeltje onze kant op kon gaan vallen. En dat vond ik wel mooi om te zien. Er zaten een paar goede combinaties tussen, wat uiteindelijk niet leidde tot de goals die we willen hebben. Maar daar haal ik wel de positieve dingen uit. En hoe hebben jullie deze week voorbereid op SC Cambuur? Eigenlijk zoals we elke week voorbereiden, voor elke wedstrijd voorbereiden. We hebben de vorige wedstrijd tegen Heerenveen geanalyseerd en met iedereen besproken. De mindere dingen uitgehaald, de betere dingen uitgehaald. En gekeken waar we dat konden gebruiken richting Cambuur. En daar hebben we denk ik een goed plan voor. Dus ik denk dat we er klaar voor zijn. Dan hebben jullie ook nog een nieuwe assistenttrainer, Gert-Peter de Gunst. Wat kan je over hem vertellen? Gert-Peter is een ervaren man die al 13 jaar assistent geweest is bij Zwolle. Zelf hoofdtrainer geweest bij IJsselmeervogels. Op het moment dat ik hoofdtrainer werd, is mijn positie als assistent niet ingevuld. Dus ik denk met hem hebben we handen erbij. En ik denk dat dat prima is voor ons om nu goed door te kunnen werken. En dan de wedstrijd van donderdag. Wat weet je van de tegenstander? Cambuur die heeft het lastig op dit moment. Het is wel een voetballende ploeg die graag wil voetballen. Met Bangura, de linksback, eentje die er constant overheen wil gaan. Van der Water, de rechtsbuiten, die individuele actie heeft. Vanuit het voetbal proberen ze veel diepte te zoeken. Maar wel een team wat kwetsbaar is achterin. En vooral rond hun centrale verdedigers wel wat snelheid missen. Dus dat is een beetje zoals ik ze zie. Jullie hebben ook nog tegen ze geoefend in de voorbereiding. Kun je daar nog iets uithalen? Toen waren wij nog beginnende, zeg maar, en veel wisselingen. En dat zal bij hun niet anders zijn geweest. Dus we hebben vooral de laatste wedstrijden gebruik van hun. Nu heb je lang bij SC Cambuur gewerkt. Heb je daar nog speciale gevoelens voor richting donderdag? Het is wel leuk om tegen een club waar je gewerkt hebt om daar tegen te spelen. Dus ik kom nog een hoop oude bekenden tegen. Maar het is vooral een hele belangrijke wedstrijd voor ons, waarin de punten heel belangrijk zijn. Dus vooral dat, daar zijn we mee bezig. Welke spelers zijn er allemaal niet beschikbaar donderdag? Een beetje het gebruikelijke rijtje. Laros is er nog niet bij. Marien is er nog niet bij. En Paulus Abraham is er nog niet bij. En daarbij is Thomas Suslov geschorst. Dus die is ook niet beschikbaar. FC Emmen won gisteren van PSV. Dat is een directe concurrent. Daardoor staat er heel veel druk op de wedstrijd tegen Cambuur. Wat merk jij daarvan als trainer? Ja, je hoopt natuurlijk niet dat Emmen in dit soort wedstrijden punten pakt. Maar ja, daar hebben wij verder geen invloed op. Dat zorgt wel voor dat er iets meer druk op komt te staan. Maar de druk stond er al op. Wij moeten gewoon wedstrijden gaan winnen en niet te veel naar anderen kijken. Dus donderdag is voor ons één ding belangrijk en dat is die wedstrijd gaan winnen.